mensen, wat een wijs leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Dit is alweer deel 3 van de Finland video's. Mocht je de vorige video's nog niet hebben gezien, kijk dan vooral eventjes op mijn kanaal. We haken nu weer in op het moment begin oktober. Precies te zijn 6 oktober. De vlog die begint op het moment dat ik een tripje aan het maken ben naar Åland. Dit is een eilandengroep die ligt tussen Finland en tussen Zweden. Dus ja, laten we maar gauw beginnen. We zijn nu aangekomen in het appartement in Åland en wat een leuke vrouw ook voor het appartement. Echt helemaal ons hierheen gebracht. Ze heeft ons opgehaald bij de terminal van de ferrylijn en nu zijn we in het appartement. Helaas hadden we in het weekend onwijs veel pech met de harde windstoten en de storm die er was. Toch hebben we er nog wel een beetje wat uit kunnen halen. We hebben nog wat kunnen zien van de omgeving van Mariehamn, de hoofdstad van Åland. En eigenlijk zijn het een beetje de sfeerbeelden die je hier ziet die ik heb genomen in dat weekend. En we hebben het toch hartstikke gezellig gehad, ondanks we niet konden fietsen wat het oorspronkelijke plan was. Het is vandaag 11 oktober en ik dacht, ja, ik heb eigenlijk even niet, de laatste tijd niet meer gevlogd. Ik hoop dat jullie me een beetje horen door de wind, want het waait hier. Dat hadden we ook afgelopen weekend in Åland. Åland is eigenlijk, je ziet het als Åland, maar een A met een rondje erop. Hadden we heel veel wind en regen, dus helaas niet zoveel kunnen bezoeken en niet kunnen fietsen wat we eigenlijk oorspronkelijk van plan waren. Dus dat was heel jammer. Maar goed, het is niet anders. Afgelopen dinsdag, dus zoals gisteren, ben ik met op excursie geweest naar Savo, dat is een plekje hier half uur van rijden en we moeten daar een project over schrijven, of een rapport over schrijven of een soort herbestemmingsplan over dat gebied. Hoe we beter kunnen inrichten zodat er sociale huurwoningen voor ouderen kunnen komen. Dus dat was interessant, dus we hebben de hele dag geweest en hebben we ook een beetje rondgetript in de omgeving om de omgeving een beetje te bekijken. Dus dat was wel heel gezellig en heel nice, dus de dag vloog ik zo voorbij. En nu ben ik weer naar huis aan het lopen en vanmiddag moet ik gewoon allemaal dingetjes fixen, dus de dag is dan ook alweer zo voorbij. Vanavond ook naar de Mamma Mia party, dus ik ben zeer benieuwd. Ik hoop dat ik die een mooie patch krijg, want die krijg je als je als een van de eerste bent. En patches zijn hier super populair voor op het overal, hè? Dus ik ben benieuwd. Ik ben op dit moment lekker een stuk aan het wandelen rondom wat meer Litonen, dacht ik dat het heette. En ik zit nu heerlijk te genieten op het stijgen van het mooie uitzicht, echt genieten. We duiken alweer in het volgende avontuur, dat is namelijk slapen in een open shelter. Nou, wat ik heb gedaan was echt ongelooflijk gaaf. We hebben gewoon in de buitenlucht geslapen, in dit houten huisje. Zoals je ziet heeft hij gewoon één kant helemaal open. Ja, ik weet het, super koud, vooral in Finland in de winter. Dit vond plaats in het weekend van 14 en 15 oktober. Beide dagen onwijs veel gewandeld en tussendoor dus geslapen. Ook zijn we naar de rendierenfarm geweest. En hebben we even die renderen gezien wat echt super schattig was. We hebben ons dus zeker goed gemaakt in dit weekend. Waarbij ik nu al helemaal zin heb in het volgende avontuur dat ik heb meegemaakt. Dat is Rauma. Rauma is een dorp die ligt ten noorden van Turku. Op ongeveer een uurtje afstand met de bus. Ik wilde deze plek heel graag bezoeken omdat het behoort tot UNESCO erfgoed. Want het heeft namelijk onwijs leuke schattige huisjes. Wat je ook nu ziet allemaal op deze beelden. Ik ben er samen mee gegaan met een ander meisje dat ik heb leren kennen via mijn huisgenoot. Onwijs gezellig, we kennen elkaar eigenlijk niet. Maar het was zeker een geslaagde dag, lekker geluncht ook. Dus ik ben hierheen geweest op vrijdag 20 oktober. Dit viel precies mooi in mijn herfstvakantie. Dus ik dacht, nou, ga ik even wat leuke dingetjes gaan doen. Naast Rauma ben ik ook naar Tampere geweest. Dat ligt ook boven Turku. Het is een van de grotere plekken hier in Finland. Ik ben er samen mee geweest met beide huisgenoten dit keer. En het was onwijs leuk, het was gezellig. We hebben de hele dag in Tampere rondgelopen, de highlights gezien.
En wat ook onwijs leuk was, is dat alles al helemaal in Halloween sfeer was. Veel poenen en helemaal die autumn vibe kwam helemaal naar boven. Wat ik echt super mooi vond en gezellig vond. Dit was eigenlijk een dag na Rauma. Ik ben gewoon in die vakantie lekker weg geweest. Ik dacht, waarom niet? Ik heb nu de vrije tijd. En als ik het nu niet doe, doe ik het nooit niet. En de vakantie heb ik afgesloten om naar Natalie te gaan. Dat is eigenlijk een plek die vrij dicht bij Turku ligt. Met ook allemaal leuke huisjes. En het is gewoon gezellig om er even rond te lopen. Dus dat heb ik gedaan samen met die twee Nederlandse. Ik heb me zeer goed vermaakt eigenlijk. En hier zie je allemaal beelden die ik nog heb geschoten. Ook zijn we in het Moomin Park geweest. En van die Moomins zijn eigenlijk van die centrale personages en korte verhalen. En die zijn best wel heel erg bekend in onder andere Zweden, maar ook in Finland. Hoi mensen, het is vandaag 26 oktober, een donderdag. En ik ga nu mijn spulletjes klaarmaken voor Oulu. Ik ga dit weekend van donderdag tot maandagavond naar Oulu toe. Ik heb er echt onwijs veel zin in. We gaan lekker naar Oulu lopen. We zien daar andere mensen ook. En ook gaan we naar Olanka, het nationale park. Ligt op ongeveer dezelfde hemelsbreedte, maar dan aan de andere kant van Finland. Daar gaan we heen rijden met de auto. En ja, het wordt alleen maar hartstikke leuk. Dus ik ben echt super benieuwd. En excited wat we kunnen verwachten, maar het was alleen maar heel erg leuk. Dus let's go! De eerste echte dag die we in Oulu hadden, hebben we gespendeerd in een floating sauna, oftewel een drijvende sauna. Hier was zelfs een jacuzzi aanwezig en ja, kon je gewoon in het koude water zwemmen. En het was op dit moment in Oulu min 10. En op de zaterdag zijn we richting Olanka gereden en hebben daar een onwijs prachtige wandeling gemaakt in de natuur. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de droombeelden, want wat was het daar prachtig. We hebben de hele dag in Olanka gewandeld. En 's avonds kwamen we aan in onze houten cottage, waar we met z'n 9 en 1 nachtje verbleven. Ook dit was een heel gaaf avontuur. Hebben we 's avonds lekker gegeten. En hebben we ook gebruik gemaakt van de sauna, waarbij we 's avonds in de sneeuw hebben gelegen.
De volgende dag hebben we ook weer een stuk gewandeld, alleen dit keer in een ander nationaal park, namelijk Hossa. Het lag er ook in de buurt. Ook hier zijn onwijs mooie beelden van. En deze beelden, die zie je nu. De laatste dag zijn we met het groepje van Turku nog eventjes naar Kemi getrokken. Dat ligt boven Oulu en net nog in Lapland. En daar hebben we een ijstentoonstelling bezocht. En vervolgens zijn we weer terug met de trein naar Turku gegaan 's avonds. Aangezien er weinig vrije weekenden meer overbleven, leek het ons leuk om nog even een laatste tripje te doen. Op 10 november gingen we naar Gdansk, naar Polen toe, om daar even te genieten van het lekkere weer. We zijn nu in Gdansk, oftewel Danzig in Polen. En daar zijn we gewoon even rond aan het lopen. Vandaag hebben we ook een dag dat Polen onafhankelijk is, 123 jaar van Rusland en van Oostenrijk en Duitsland. Ja, hij komt wel. dus het gezelschap, hartstikke leuk. En we hebben goed weer ook vandaag. Naast al die leuke tripjes heb ik ook andere leuke dingen gedaan, zoals het organiseren van een internationale keuken of het gaan naar een openbare sauna. Het is vandaag 22 november en het sneeuwt! Het is zo prachtig, ik word er helemaal blij van. Om de kerst goed in te luiden is er een krantopening geweest in Turku waarbij ze allemaal liedjes zongen. En vanaf deze dag gingen ook de kerstmarkten open. De laatste trip die ik heb gemaakt is de cottage trip. Dit was een georganiseerde activiteit waarbij ik 2 nachten in een cottage sliep. Hier heb ik onwijs leuke mensen ontmoet en hebben hartstikke gezellig gehad. Het was niet echt een planning, dus hebben veel gewandeld, gehoord en het kort erin rolde. Dus het was hartstikke leuk om mee te gaan. Aangezien ik mijn school al best wel op tijd had afgerond, had ik in december best wel heel wat tijd om nieuwe winteractiviteiten te proberen. Zo heb ik cross-country skiing gedaan, oftewel langlopen, maar heb ik ook veel geschaatst.
Nou, dan zijn we alweer bij het allerlaatste deel aangekomen van deze video. En ook aan het einde van mijn Erasmus-tijd hier. Ik ben nu nog een beetje mijn tijd aan het uitzitten. Nou, dat is wel heel overdreven. Tot ik naar Lapland ga. Dat is namelijk ook nog even iets wat me te wachten staat. Ik heb namelijk nog dat over een paar dagen mijn vriend komt. En dan gaan we samen kerst en oud en nieuw hier vieren. En dus naar Lapland. Ik heb er onwijs veel zin in. En ik ben onwijs benieuwd hoe dat gaat zijn. Want ik ben nog nooit eigenlijk echt in Lapland geweest. En in ieder geval wil ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video's. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En tot de volgende keer!